Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Willem 2 tegen SC Cambuur. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Een hele goede middag allemaal en welkom in deze fraaie voetbaltempel. Het is prima weer. De grasmat ligt er fris gemaaid bij, dus waarom zou het geen fantastische voetbalmiddag worden? Siertervos is de naam. Om alle actie van vandaag van commentaar te voorzien zit uiteraard collega Jeroen Guter weer naast me. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen Eredivisie. En ik zeg u met al mijn ervaring, dit wordt een spektakel. Ja, er staat misschien niet veel op het spel vandaag. Maar het is wel een mooie graadmeter voor deze elftallen. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Hij snijdt naar binnen. Helaas. Een veelbelovende aanval komt tot een einde. De ruimte ingestuurd. De steekbal wordt geneutraliseerd voordat hij serieus voor gevaar kan zorgen. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Slim steekpaasje. Op tijd vertrokken. De doelman komt uit zijn doel en hij pakt hem. Briljant gereageerd. Uitstekend gedaan, keeper. Op weg naar het doel nu. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Direct druk zetten, dat werkt hier. Is alweer even aan de bal. Ze openen de score in deze wedstrijd. Heel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kunstje. Hè? Het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om. De score is geopend. Het is 1-0. Jacobs. Kalon. Een heerlijk steekballetje. Al vroeg druk gezet. Een schot. Hij weet het schot tegen te houden. Nog steeds in aanval. Vooraf hadden we onze hoop op deze speler gevestigd. Maar ze maakt het nog niet echt waar. Met zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Die komt eruit, pakt hem. Die tackle zet hem van de bal af. Jacobs. Ze komen weer in balbezit. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En hij maakt hem. Koek, koek. Ze staan weer gelijk.
Dit is een knappe goal hoor. Die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. En er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee, hè. Want heel snel ligt die bal dan uiteindelijk achter de keeper. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Na die tackle is hij de bal kwijt. Het voordeel voor Willem II. Maar Pieter laat de aanval doorgaan. Doelkans! Redding. Bal nog binnen de lijn. Het was een goede mogelijkheid. Maar ze hebben het goed opgelost. Jacobs. De bal moet ingegooid worden. Nog steeds met de bal aan de voet. En dat is einde aanval. De tegenpartij stelt orde op zaken. Mooi moment om de bal voor te zetten. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Koekoek, Willem II heeft gescoord. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt, hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt dat niet. Willem II op voorsprong en dus in jubelstemming. Steeds meer naar voren. Een hele belangrijke verdedigende actie. Nog een minuutje extra speeltijd. Gevaarlijke steekbal. Een steekpaas bereikt geen medespeler. Want de tegenpartij vangt hem op. De rust is aangebroken. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. Willem II aan de winnende hand in het eerste bedrijf. Wat zal de tweede helft brengen? En hij komt eruit met de bal. Die is voor de doelman. Hier nog eens de beelden van het doelpunt waarmee ze de leiding pakten. Ja, er zit flink wat explosiviteit in zijn benen. Kijk eens hoe hard hij de bal raakt. Daar kan de keeper nooit bij. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Nog steeds in aanval. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker de voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Lekker hoor, ja lekker. Mooi om het nog eens een keer terug te zien. De tegenstander heeft geen vat op hem. En dan creëert hij eigenlijk de kans voor zichzelf, die hij ook nog benut. Trappen weer af met een stand van 3-1. Nummer 9, Kwasi. Dat
Dat zag hij goed en onderschepte die bal. Is alweer Reef aan de bal. Dat was oppassen. Al vroeg onderschept die bal. Gaat met de bal richting het centrum. Nou, wat een lompe actie zeg. Daar kun je iemand akelig mee blesseren. Wat mij betreft is het een rode kaart. Dat is rood. Ja, en nu gaat het toch echt de verkeerde kant op voor ze. Ja, ze staan al op achterstand. En dan gebeurt dit. Dat helpt natuurlijk allerminst. In deze omstandigheden nog terugkomen in de wedstrijd. Ja, het is haast onmogelijk. De thuisploeg heeft het meeste balbezit. En als ze de bal dan verliezen, dan is dat niet voor lang. Die kunnen nog flink uitlopen. Aanval wordt afgestopt. Goed druk gezet en de bal weer afgepakt. Dat zag hij goed. Uitstekende mogelijkheid. Ja. Doelpunt voor Willem II. Wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Het is bijzonder slordig. We trappen af met een score van 4 tegen 1. En nummer 23, Jurgen. Hij probeert hem bij zich te houden. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Vergeet u vooral niet te stemmen op de man van de wedstrijd. Nog steeds op weg naar het doel. Pardon. In de handschoenen van de keeper. En met de bal aan de voet de uitbraak. Moet nu een keuze maken. Goed gepakt door de keeper. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Jacobs. Blijft aan de bal. Voorzet recht voor het doel. Ja, nu kan er een counter komen. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Deze uitbraak loopt dood. Ze hebben de bal verspeeld. Een succesvolle tackle op eigen helft. En dat is een hoekschop. De coach lijkt te gaan wisselen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Koekoek, Willem II heeft gescoord. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. En dan voortreffelijk met het hoofd afgewerkt. Goal voor Willem II. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Vervolgt zijn weg naar het doel. De tegenstander kan zich herstellen en de aanval loopt al dus spaak. Hij geeft hem diep. Kans om te scoren. Meteen vanuit de lucht. Ja, Veenom!
fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. En de kans die vervolgens ontstaat, wordt verzilverd. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Die tackle leidt tot een inworp. Nog steeds in aanval. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Tegenpartij aan de bal. Ruimte voor de counter. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ratatatata, hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Jansch. Emiel Bergström. Er komt 3 minuten extra speeltijd bij. Is alweer Reva aan de bal. Schotkans van dichtbij. De speler blokkeert het schot. In het midden van de 16. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. En dan is dit duel ook weer afgelopen. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.